Het is vandaag de dag van verbintenis tussen de stad Altena in Duitsland en de gemeente Altena in Nederland. Dat alles begon vandaag met een proloog van burgemeester Marcel Frenzel samen met het Willem van Oranje College uit Wijk en Aalburg vanuit Altena, Duitsland. Dit is wel een uniek moment dat Duits Altena met Nederlands Altena wordt verbonden. Allemaal dankzij het Willem van Oranje College die dat geweldige initiatief heeft genomen om met die boot en die jongeren, die skif, te gaan roeien. Van Altena naar Altena. Vandaag hebben we de wandelproloog. We mogen vanmiddag om 1:30 tot 5:30 15 kilometer gaan lopen. Een gebied langs het water dat te ondiep is voor de boot. Maar omdat wij als Willem echt de 300 kilometer willen overbruggen, ja, moeten we de eerste 15 kilometer gaan lopen. Samen met de directeur van de school en haar echtgenoot gaan wij dan wel niet roeien, maar wel een begin van de tocht maken langs het water. Om ook onze bijdrage te leveren aan het geheel, aan dit prachtig initiatief. Trotse burgemeester hier in de Duitse Altena? Absoluut. Hier staat een trotse burgemeester. Want ja, dit is zo uniek dat je twee landen aan elkaar verbindt. Gloednieuwe gemeente hebt die dezelfde naam heeft als deze oude gemeente, deze oude stad eigenlijk. Want Altena is echt een stad. Ja, dat is hartstikke mooi. En dat jongeren en het Willem van Oranje College dit mogelijk hebben gemaakt en heel veel initiatieven van anderen daarbij, dat is geweldig. Naast de proloog was er vandaag ook een ontmoeting tussen de burgemeester van Altena in Duitsland en onze burgemeester Marcel Frenzel. Dank. Ja. Altena grüßt Altena. Ja, genau. Die Freunde, yes. Tijdens de ontmoeting zijn er diverse verbintenissen gemaakt, zoals tussen de leerlingen uit Duitsland en Nederland. We hebben hier een modelbootwedstrijdje. Dus alle scholieren uit de buurt die zijn met onze scholieren samen een modelbootje aan het bouwen. Die leggen we zometeen in de stroom van de Lenne, zo heet het riviertje hier. En de eerste drie die bij de finish komen dan, die nemen wij mee naar Nederland in onze ruwboot. En die gebruiken we dan weer om de sluitsteen van Altena aan elkaar te knopen. Volgende week vrijdag, 7 juli. Jetzt bin ich natürlich gespannt, was das Team erreicht, ob wirklich der Plan eingehalten wird, nächste Woche in Altena anzukommen. Und ich wünsche dem Team und den beteiligten Lehrern natürlich auch, dass das alles so klappt, wie es vorbereitet worden ist. Steckt eine Menge Arbeit drin, ist eine spektakuläre Aktion. Ja, und dann den Menschen in Altena das Beste. Und ich freue mich schon auf den Kollegen gleich, den ich im Januar kennengelernt habe. Zaterdag 1 juni gaat de skif dan echt te water en met het startsein van burgemeester Frenzel kunnen de roeiers zich volledig gaan inspannen om 7 juni Fort Altena in Sleerwijk te bereiken.